Hey, en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij hier op het Zoltrex. De enige echte natuurlijk. Nou, we zijn in Sterrenkwartier. En deze flat gaat binnenkort ook plat als het goed is. Ik zie dat het helemaal afgezet is en zo. Er staan zelfs deuren open. Aan die kant, waar ik nu de camera heb. Hebben ooit vrienden van mij gewoond. Patrick en Mirjam. Nou, deze... Af en toe hangen er nog wel eens stukjes gordijn hangen er. Daar ook, daar hangen nog een gordijn voor een plank. Daar hangen ook nog gordijnen. Daar hangen nog zo'n rietding naar beneden. Maar goed, in ieder geval, ja, Sterrenkwartier. Ze zijn weer flink bezig, in ieder geval. Die flat, waar ik de laatste keer liep, nou, die is al bijna plat al. Ze hebben al, de buitenkant hebben ze helemaal al gestript al. En kijk eens hoe ver ze al zijn. Dit is al helemaal plat al, jongens. Kijk eens. Wat een ravage. Nou. Hier liep ik toen. Ik had toen hier ergens mijn auto neergezet. Nou, ongeveer waar die kraan nou staat. Daar had ik mijn auto neergezet. En ja. Dat stuk waar die maat van mij woonde. Ja, dat is al helemaal weg al. Alleen nog maar dit stukje is er nog maar over van de flat aan de Neptunusstraat. Dus ja, het is een kale bedoeling. Nou, deze gaat binnenkort ook plat en die hiervoor die gaat eigenlijk ook plat. Gaan we daar ook nog even kijken. Maar ja, ik wou dit nog even filmen voordat het helemaal pleit is. Wou ik dit nog even een stukje filmen even. Ja, hier allemaal ramen leggen we daar zo. En dat waren die benedenwoningjes. Je zat nou bijna niet meer. Het zou het niet meer voor te stellen dat dat benedenwoningjes waren met een tuintje. Maar ja. Het is toch echt zo. Nou, die flat en die lift die hebben ze ook al een beetje losgehaald. Zie ik. Er zit geen ding meer tussen. Alles is helemaal weg. Ja, het zijn eigenlijk. Hier nog een. Een of andere. Is dit nou joh? Een of andere elektriciteitsding of zo? Oh, dit was de ingang natuurlijk. Dit was natuurlijk de ingang. Dit hebben ze al helemaal weggehaald al. Ik dacht al, ik denk, hoe kan dat nou? Maar. Dit was de ingang voor het portiek. Was dit. Nou, je ziet de brievenbussen helemaal aangegooid. Lief zit er nog wel in. Maar je kunt daar ook niet mee heen. Het is ook helemaal afgesloten al. Ja. Nou, hier zit de lift in. Je eentje zeg. En daar. Daar de. Galerijwoningen. Oh, die dingen zijn ze al aan het weghalen. Die hebben ze ook al gesloopt. Hier staan er een paar. Daar zo. Ja, er is niet echt veel meer van te filmen, want het is ook echt helemaal hard hermetisch afgesloten. Maar dit was de ingang van het portiek, zeg maar. Daar ging je naar de kelderboxen. En hier had je dan de ingang van de lift, had je hier ook. Ja, hier staan nog een paar deuren. Daar is ook nog een deur. Ja. Het ziet er wel uit, hè. Hier hebben ze nog die... boven nog die balkons. En beneden hebben ze ook al die bronzen al helemaal weggehaald. Het is één grote bouwput, is het sloopterrein is het geworden. We gaan even nog even een rondje lopen hier rond. Ja, deze fles die gaan dus ook plat. Ik denk dat als dit helemaal klaar is, dat ze dan hier aan gaan beginnen. Ze hebben pas geleden. Of een paar jaar terug hebben ze dat nog helemaal opnieuw
netjes geschilderd, dat het er een beetje mooi uitzag. Maar nou valt er echt een definitieve doek. Ik dacht dat ze deze flats gingen behouden. Ik had niet gedacht dat dit gesloopt zou worden. Ik dacht dat ze dit zouden bewaren. Maar het gaat toch weg. Ja. Een gordijntje. Dus. Ja. Zonde hoor. Ja, 3C wonen die kennissen van, volgens mij. Ja, volgens mij was het 3C. Dus dat moet dan dit huis zijn. Waar daar de deur open staat. Daar heeft die kennis van mij gewoond. Nou. Gaan we even een huisje of een blokje doen om het huisje. Hier de bord, Neptunusstraat is dit. En ja. Het andere dat gaat ook allemaal plat zijn. Nu nog een bord, verboden toegang voor onbevoegden. Ja. Ja, je kan er niet echt helemaal mee bijkomen. Waar ik verleden keer allemaal liep en zo, dat is nu allemaal afgesloten. Nou, hier staan nog meer ramen open. Ik denk dat hij daar woonde. Ik denk dat dat het huis was. Ja. Nou, hier zijn ze inmiddels ook bezig. Hier zijn ze nu bezig met... stukken ramen en gevels en zo eruit te halen, slopen. Tja, deze gaat ook nog aan de beurt komen, deze gaat ook nog plat. Ja, je ziet het. Dit is zo'n benedenwoning dus. En die plaatsen staan, dat waren dus vroeger allemaal tuintjes. Ja. Het wordt dus echt helemaal gestript, jullie zien het. En hier staat er weer een paar dicht. Die is verder allemaal open allemaal. Ja, zo gaan ze dus steeds een stukje verder met het slopen van de wijk. Nou, dat weten jullie ook daar zo. Het is er nu voor teruggekomen. Hier nog een bloemetjes motief. Ja, het is... hoe moet ik ervan zeggen? Nou, dit is er weer teruggekomen. Hè? Het is wel mooi geworden. Het ziet er veel mooier uit. Ik vind deze flats toch wel een beetje... Ja, het ziet er al een beetje oud uit en zo. Dus dat is er voor teruggekomen. Kijk, dit is zeg maar dat huisje wat ze dus verderop dus al gesloopt hebben. Kon je zo naar binnen kijken. Even kijken of we een stukje die kant op kunnen lopen. Ik denk niet dat we echt heel ver kunnen lopen, maar deze huizen blijven allemaal bespaard. Is nog allemaal kopen en die ook. Die gaat denk ik ook niet weg. En hier zijn ze met een... hoogwerken bezig. Ja. Dit gaat dus ook allemaal plat binnenkort, jongens. Tja. Nou, verder kan je niet echt lopen, maar in ieder geval, ja. Ik vond het wel even leuk om dit te filmen. Dit zijn die huizen dus waar die kennis van me gewoond hebben. Kennissen van me gewoond hebben. Ja, ze hebben dit dus helemaal afgesloten. En helemaal naar achteren tot aan de sloot toe. Met hek. Ja, en daar zat dus het huis van die maat van me. Waar die kraan nou staat ongeveer.
Dus ja, dat is al even een overzichtje van alles wat ze gaan platgooien hier in het Sterrenkwartier. Nou, hier hebben ze twee van die weetjes gemaakt. Ik weet niet wat het is. Er zal wel ergens iets voor zijn of zo. Dat die klaar is of dat de aspas in zit of weet ik veel wat of zo. Of ze wat bijzonders gevonden hebben wat nog eruit gehaald moet worden voordat ze het gaan slopen. De firma die sloopt, dat is dus van Groningen. Ja. Ik vond het dus eigenlijk een beetje de sloop van het Sterrenkwartier. Ik vond het wel even leuk om dit even te filmen. Hoeft ook niet echt minuten lang of zo. Ik zei, nou, dat vond ik ook wel grappig. Dat luik staat ook open. Naar het dak toe. Alle ramen leggen eruit. Ja, dat heb je als huizen leeg staan. Vinden ze ons leuk om de ramen in te gooien. Maar ja. Dit is eigenlijk dezelfde flat als die flat die daar staat, die nu al half afgebroken is. Maar ja. En de lift. We gaan weer terug naar de auto lopen. Nou, hier allemaal van die knopjes van de bel is dat. Ja, van de bel. Nou, die is dus Uraanstraat 2A tot 24D. Dus ja. Ik vond het wel even leuk om dit even te filmen. Ja. Het gaat hard in ieder geval. Ik heb natuurlijk even een tijdje stilgelegen. Er waren nog zelfs ideeën, omdat we nu natuurlijk zitten met de oorlog in Rusland, om hier Oekraïnse vluchtelingen in te huisvesten. Maar dat is dus allemaal niet doorgegaan. Ja. En nu dus is het echt, gaat het helemaal plat. Ja. Ja, in ieder geval. Vond ik het wel even leuk. Als we weer een klein stukje verder zijn, dan ga ik uiteraard weer filmen. En dan ga ik wel weer een paar dingen opnemen. Ja, van de sloop zal ik niet veel dingen kunnen opnemen, omdat dat meestal is als ik aan het werk ben. Dus ja, dan kan ik niet echt filmen. Ja, hier die fles flat aan de Saturnuslaan. Ja. En dit is al helemaal plat al. Hierachter trouwens is de wijk De Hoek. Die boom die je ziet, daarachter zit de wijk De Hoek. Ja. Nee, Neptunusstraat. Ik zei Saturnus, maar het is Neptunus. Nou, in ieder geval, ja. Even een kijkje bij de sloop van de huizen in het Sterrenkwartier. Dus, ja. Ik vond het wel even leuk om dit even te filmen. Dus ja, ik zou zeggen jongens. Bedankt voor het kijken. En dan zou ik zeggen, laat even een duimpje achter voor deze video. Abonneer op mijn kanaal. Er komen nog heel veel video's aan. En binnenkort is de grote klap van de Efteling. Hè? De laatste Efteling vlog ga ik van de week opnemen. Dus bedankt allemaal. En tot de volgende maar weer. Bye bye. Hoi.